Ik vind dat fascinerend om vandaag een kunstenares te tonen, hè, waarin de cartografie zeer present is, terwijl we vandaag een hele generatie jongeren en mensen hebben die nog nooit van dichtbij een kaart gezien hebben. En ondanks dat de cartografie eigenlijk iets is wat sinds de uitvinding ervan, en dan breng ik ons terug naar de tijd van de oude Grieken. Ik denk dat het Ptolemeus was die een eerste kaart, een heel onnauwkeurige van zijn spreken, maar een eerste kaart getekend heeft. Maar met de eerste kaart is er natuurlijk ook onmiddellijk het eerste idee gekomen van territorium, het eerste idee gekomen van een gebied, het eerste idee gekomen van een grens, het eerste idee van het toebehoren of ergens niet toebehoren. Dus ik vind het heel bijzonder dat dankzij de tentoonstelling van Annabella Geiger cartografie terug iets wordt dat in ons midden is. Ze komt echt tot een esthetiek van die cartografische motieven. Dus je ziet echt meridianen, wereldbollen, allerlei soorten motieven die ze gebruikt, die ze vervormt, die ze kopieert, verdubbelt, ondubbelt. Dus je ziet een heel vormelijk spel ontstaan. En wat ze dan eigenlijk doet, is eigenlijk alles wat die cartografie vastzet en benoemt, werkt ze eigenlijk terug los. Door een soort van fluiditeit daarin te brengen, via druktechnieken, via video, via materialen zoals garen, was, breekt het medium helemaal terug open en brengt ze daar een soort van wendbaarheid in, die het misschien ook altijd heeft gehad. Kaarten zijn doorheen de geschiedenis getekend, hertekend, naar gelang de motieven die ze moesten dienen. En dan natuurlijk ook, laat ons niet vergeten, wat is de oorsprong van de cartografie? Een cartograaf tekent. Een cartograaf maakt lijnen. Een cartograaf bakent dingen af, maakt vlakken, maakt zones, maakt gebieden, brengt relief, brengt kleur aan, bepaalt hoogtes, bepaalt laagtes. Eigenlijk is een cartograaf, bedient zich bijna van dezelfde middelen en dezelfde tools als dat kunstenaars er zich van bedienen. Alleen heeft de cartograaf een soort hypothetische neutrale positie, terwijl dat Annabella vanuit de cartografie het vermogen heeft om de neutraliteit van het cartografische te gaan ontmijnen.